allemaal, lieve kijkers. Vandaag gaan we spelen met deze verrassingseitjes. Het zijn een soort van snackable snow cones. En we hebben ook Magiki, Baby Secrets en Unicorns met Jelly Beans vandaag bij ons. En jullie zijn dus bij Speel met mij kinderkanaal. Zo, lieve mensen, dus we gaan vandaag spelen met al dit speelgoed. Zoals jullie kunnen zien heb ik een hele collectie bij me. Het wordt nogal een lange video en jullie zullen wel zien wat er allemaal aan bod komt. Ik heb hier de Magiki bij me. Die gaan we straks gebruiken voor de snow cones. En jullie zullen dan zien hoe dat eruit komt te zien. Ik heb ook de Baby Secrets bij me. En natuurlijk heb ik dan ook de verpakking die ik nu laat zien. En verder heb ik ook nog, dus de Magiki. Kan je zien hoe die eruit ziet. Ik heb natuurlijk ook de snackable snow cones die we straks gaan maken. En verder kan je ook nog zien dat we natuurlijk de unicorns met jelly beans hebben. Nou, het wordt nogal een lange video vandaag. Dus als jullie behoefte hebben om verder te kijken, kunnen jullie dat vooral doen. Ik laat nu even alles zien en dan kunnen we straks aan de gang. Hier zie je dus de unicorn en hij ziet er heel mooi uit en heel leuk. En ja, we gaan ze straks allemaal testen. We gaan ze allemaal openmaken en het is een super grote verrassing. Dus ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vinden en dat jullie heel veel plezier beleven aan deze aflevering. Laten we eens beginnen. Ik zal even kijken welke ik als eerst wil doen. Het ziet er allemaal leuk uit, maar welke is nou het leukste om mee te beginnen? Dat weet ik niet. Laten we eens even kijken. Ik denk dat ik de Magiki als eerst ga gebruiken. Laten we het eerst even openknippen en kijken wat erin zit. Zoals je het ziet komt het in een verpakking. En heb je een heel klein Magiki popje. We hebben vandaag degene op de verpakking staat. Zo. Mooi, zacht. En hij verandert van kleur als je er overheen wrijft. Super cool. Zo, het is dus een kleurveranderende Magiki. Hij verandert op hitte. Zo, je kan zien dat je er verschillende kan krijgen en dat je ze dus ook allemaal kan verzamelen. Je kan een hele grote verzameling van Magikis krijgen. En ze zien er super leuk uit. En ze zijn super schattig. Het zijn hele leuke penguins. En laten we eens kijken wat we nog meer hebben. We hebben de blauwe Magiki. Super leuk. En dat is dus de volgende in onze collectie. Zo, precies hetzelfde effect als de vorige. Alleen iets lichter blauw natuurlijk. Super leuk, super schattig. En ja, dat is dus blijkbaar wat ze allemaal doen. Ze zijn een heel schattig paar, deze twee. En weer nieuwe Magikis toegevoegd aan mijn collectie. Laten we eens kijken welke Magiki dit is. En dan gaan we verder op de laatste Magiki. En we hebben een groene Magiki. Super schattig ook. Precies hetzelfde als de vorige. En een leuke toevoeging aan onze collectie. Zo, en daar hebben we dus onze drie Magikis. Super leuk, super schattig en heel leuk en fijn om mee te spelen. Zo, laten we eens kijken wat er gebeurt als we ze in een waterbadje stoppen en erin laten. Je ziet dat de kleur lichter is al. Laten we eens kijken wat er nu gebeurt. Nog lichter natuurlijk. Super schattig. En kijken wat er gebeurt met de groene. Zo. Ook een stukje lichter. En de roze. Oh wauw, het grootste verschil. Die wordt helemaal wit en lichtrozig.
Zo, de roze is dus het meest verschillend. En de blauwe en de groene blijven nog wel vrijwel hetzelfde. We zien dat er heel veel leuke dingen erop staan. En dat ze natuurlijk heel leuk zijn om te geven. En super cool is omdat ze in het water van kleur veranderen. Super leuk en super leuk om aan je vrienden als cadeau te geven. In ieder geval lijkt mij. Nou, dan kunnen we nu verder gaan naar de volgende, neem ik aan. Zo, en dan zijn we nu met de Baby Secret. Je ziet hier het doosje, super leuk, super schattig natuurlijk. En dan kunnen we zo verder. Even kijken nog op de verpakking. Dan eens even openmaken. Zo. En dan zie je dus dat die zo heel makkelijk open gaat. Oké, en dan hebben we dus nu de Baby Secret. En zoals je kan zien is het een heel schattig babytje met een helmpje op. En laten we eens kijken wat die allemaal kan. En waarom die zo leuk is om aan te schaffen. Ik vind zelf dat die er heel schattig uitziet. Als het goed is gaat de helm eraf, alleen gaat die nu niet eraf. Dus misschien is dat ook gewoon een onderdeel van de baby. Je kan de baby's voeten aanpassen en armen aanpassen en hem in dit badje stoppen. En laten we nu eens kijken wat er staat bij de gebruiksaanwijzing. Er staat een geboorteakte waar je allemaal dingen kan opschrijven over je baby. En je zijn naam kan geven en een geboortedatum en al het andere. Of de jongen een meisje of een meisje is. Dat soort dingen. En hier zie je dus wat voor baby's je kan verzamelen en wat je ze allemaal mee kan doen. Je kan ook donkerere baby's krijgen. Ze kunnen een ander uiterlijk hebben. Er zijn genoeg baby's voor iedereen. En er zijn ook baby's met een baan. Zo, zoals je ziet zijn er verschillende baby's. Zo. Heel schattig natuurlijk deze baby. Heel mooi. En een mooi badkuipje. Laten we dat eens vullen met wat water. En dan kan de baby hier natuurlijk in douchen. Zo. En dan zie je dus dat de luier van kleur verandert. Zo. En dat is dus de Baby Secret. Hij verandert in water. Zo. En zoals je kan zien is dat dus wat er gebeurt. En nu kunnen we verder gaan met de snackable snow cones. Zo, zoals je kan zien zijn dit de snow cones. Even de gebruiksaanwijzing lezen natuurlijk. En dan kunnen we zo verder. Laten we hem eens even openmaken. Zo. En dan heb je hier de vloeistof of de poeder neem ik aan. Oh, nee. Je hebt hier juist het lepeltje en de gebruiksaanwijzing. Zo. En dan zie je hier dus de stappen die je moet nemen om de snow cones te maken. Zo. Laten we ze even openmaken. En hier hebben we dan een heel groot blok. Dat we waarschijnlijk nat moeten maken. En waar dus dan de snow cones zullen komen. Zo, laten we wat water toevoegen. En dan zie je dus al dat het begint te bruisen en van kleur verandert. Zo. En er heel veel
nou ja, poederachtige substantie omhoog komt. Ik neem aan dat dat de snowcones zijn. En dat die zo droger is en het dan echt lijkt op snowcones. Zo. Laat ik even met mijn lepeltje er doorheen gaan. En dan kunnen we dus kijken wat we hier hebben. Hij lijkt nu al best wel droog. Al het water is opgenomen. En dan kunnen we nu met de snowcone er doorheen. Zoals je ziet, ziet het er echt uit als een soort van schaafijs. Zo, dat kun je natuurlijk in een bakje doen. En dan de hoeveelheid waarmee je wilt spelen of eten. Natuurlijk niet echt eten. In het bakje kan stoppen. Zo, en dan gaan we zo in de versnelling. Zoals je kan zien zijn er dus heel veel snowflakes. En is het gewoon een hele sneeuwachtige substantie. Waar je dus eventueel mee zou kunnen spelen. Oh, en zoals je kan zien is er op de bodem een surprise. Laten we eens kijken wat dat is. Oh, het is een schattig konijntje met een zonnebrilletje op. Nou, dat is dus de surprise die we in deze snowcone hebben. Misschien zit er nog wat meer in. Oh, er zit nog een surprise in. Er zit nu een oranje bunny, lijkt mij. En laten we eens kijken of er nog wat in zit. Oh, het is een oranje hondje, volgens mij. Heel schattig. Nou, die krijg je dus ook bij. Oké, laten we eens even verder kijken. Daar heb ik er volgens mij nog één. Zo, en er is nog een oranje. En het is een oranje kat, lijkt mij. Nou, die hebben we er ook bij. Ik heb er nog eentje. Ja hoor. We hebben hier een oranje konijn, volgens mij. Ja, we hebben twee schattige oranje konijntjes. Oh, roze konijntjes zelfs. Zo, laten we nog even verder zoeken. Oké, verder heb ik dus niks gevonden. Laten we hem even uit elkaar halen. Kijken of er echt niks in zit. Hij is ook helemaal gemengd. Zo, er zit er nog eentje in volgens mij. Nog een groene. Laten we even wat water instoppen. En er zit een blauwe. Oh, een blauwe in je. Met een blauwe muts. Heel schattig konijntje weer. En een gele. Met ook een hoedje. En zit er nog eentje in. Er zit een roze in. Een heel schattige roze lang katje met een strikje. Zo, laat ik eens even verder kijken. Het is nu heel slijmerig.
En hier zijn ze dus allemaal. Alle surprises die ik heb gevonden. Zo. Zien jullie ze nog een keer. Je ziet hier weer die met een mutsje, heel schattig. Je moet ze wel goed schoonmaken. Zo. Heel leuk en schattig natuurlijk. En laat ik die eens even opbergen. We gaan over naar de laatste. De unicorn met de jelly beans. Oké, laten we hem eens openmaken. Dan zien we dus dat we een mooie eenhoorn hebben met jelly beans. Heel leuk. En hij poept dus jelly beans. Dus laten we even laten zien hoe dat moet. Als het goed is, moeten we ze in zijn mond stoppen of zo. Nou, we stoppen ze er gelijk in. En als je dan aan een staart trekt, komen er jelly beans uit. Zo, en laten we dan eens kijken. Als het goed is, gaat het kontje van de eenhoorn naar de oven en dan krijg je jelly beans. Zo, en dan heb je dus mooie jelly beans. Het is dus een eenhoorn die letterlijk snoep poept. Zo, kijk eens, hartstikke leuk. Als je wat snoep wil en als je je verveelt. Zo. Nou jongens, dat was het laatste stukje speelgoed voor vandaag. Je ziet dus dat je aan de ster trekt en het snoep er dus uitkomt. Zo. En dat was het dus voor deze video. We hebben verschillende speelgoed getest. Allemaal heel leuk. Ik vond zelf persoonlijk de snow cones heel leuk. Ik weet niet wat jullie per se heel leuk vonden, maar... dat is gewoon mijn advies. De snow cones zijn heel leuk. Vooral met alle surprises aan de onderkant. De magic keys zijn ook hartstikke leuk. Het is heel leuk om te zien hoe ze van kleur veranderen. En ja, het zijn allemaal echt heel leuk speelgoed. Waar je zeker geen... waarmee je zeker niet zal vervelen. En ik zou het dus zeker uitproberen als ik jullie was. En als ik er tijd voor had. En ja, het is gewoon heel leuk om dit te doen. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk om deze video te maken. Ik zelf vond deze Baby Secrets ook heel leuk. En ik vond het ook heel leuk om deze video's voor jullie te maken. Dus natuurlijk is het gewoon heel leuk en fijn voor mij om te doen. Nou jongens, als jullie deze video leuk vonden, like dan alsjeblieft deze video. Deel deze video alsjeblieft met jullie vrienden. En laat wat aardige commentaar achter in de commentaarbox. Als jullie meer van deze video's willen zien, dan kunnen jullie abonneren op ons kanaal. En als jullie nog meer van deze video's willen zien, kunnen jullie ook kijken op ons kanaal. En als jullie het zeker weten vinden, laat een leuk commentaar achter voor wat we beter kunnen doen. En tot de volgende keer!